Wordt het een nieuwe iedereen wist? Die kans is erg groot. Ja, dat vermoed ik van wel. Visser met een wereldrit. Kijk eens, Barecor. Een geweldige tijd. Esmee Visser. Wij gaan nu naar de huldiging van de Olympische sporters. En ja, Esmee Visser in het speciaal. Hebben jullie er ook zin in? Ja! Jullie reizen vandaag af naar Amsterdam, naar het Olympisch Stadion, om jullie Esmee te huldigen. Ja, dat klopt. Ja, geweldig in het Olympisch Stadion. We waren erbij toen ze de race reed in het clubgebouw. En toen ging het dak er al af, dus dat gaat vandaag natuurlijk helemaal gebeuren. Wat voor speciale band heb jij met Esmee? Nou ja, ik heb met haar getraind. Een wedstrijd geschaatst. En had je dit verwacht, dat ze goud zou binnenhalen? Ja. U bent familie van Esmee? Ja, ik ben een achterneef van Esmee, ja. En hoe trots bent u? Ja, geweldig, onwijs trots. Een paar jaar volgen we er al en we dragen ook bij een steentje aan de... Tenminste, financieel dan, dus het is wel leuk inderdaad hoe het nou gegaan is dit jaar, hoe hard het gegaan is. Ja. Niet verwacht zo snel, ja. Want hoeveel geld gaat er die kant op? Nou, dat is een bescheiden bedrag, denk ik, dat het nu wel anders gaat lopen. Hoop ik voor het tenminste, dat ja. Dus zometeen kan zij uw rekening weer gaan spekken? Daar zullen we het eens over gaan hebben, hè. Hoe kennen jullie Esmee? Dat weet ik niet. Ik wist opeens, denk 2 jaar geleden, dat het achterneef was en toen, ja. Bent u de vader van Bob de Jong? Ik ben de vader van Bob de Jong. Al een hele tijd. Ja, al 41 jaar. Dus u weet hoe het is om papa te zijn van een groot talent? Ik ben bij alle 6 de Olympische Spelen geweest. Dus ik heb alles meegemaakt. En dat was wel leuk. Ook deze keer was het heel erg leuk. Want Bob heeft een vervanger. Bob is gestopt en Esmee gaat beginnen. In 1 keer is je achterlicht ongeveer het talent van Nederland. Ja. Dat is wel heel vet. Hoe is dat voor jou dat je er zo meteen weer gaat zien? Ja, ik vind het al gewoon heel bijzonder dat ze zo'n prestatie heeft neergezet. Want ja, je kent niet veel mensen die zoiets doen. Wat denkt u? Gaat dit een nieuwe Irene Wüst worden? Nou, de mogelijkheid zit erin, maar dat is wel heel erg voorbarig hoor. En meneer, wat denkt u? Wordt het een nieuwe Irene Wüst? Die kans is erg groot. Ja, dat vermoed ik van wel. Je bent een groot fan, toch? Ja echt. En wat vindt u dan zo leuk aan Esmee? Spontaniteit. Wordt het een nieuwe Irene Wüst? En ik zou eerder zeggen, het wordt een nieuwe Sablikova. Iemand die op de langere afstanden dus de komende jaren in ieder geval in de top mee gaat rijden. Daar ben ik van overtuigd. We kennen al de diesel uit Muiden. We hebben nu de turbo diesel uit Beensdorp. De flyer